Hallo allemaal. In deze video ga ik naar beurs. DanielDouglas.nl. Heeft dit trouwens een naam of niet? Respect the authority of flower power. Wauw, kijk. Zo, ik heb het wel netjes verpakt. Het heeft Bruno gedaan. Goeie gozer is dat. Ja, superleuk gast. Dankjewel voor Bruno. Daar komt hij. Wauw. Holy cow, man. Kijk eens. There you go. Wow. Hij is vet, man. Wow, he's so bright. Ja, dat is echt mooi. Ja. Fantastisch, dit is echt heel leuk. Is he kidding? Yes. Oh ja, South Park. Dat is waarom, hè? Respect the authority of flower power. Pearson die heeft net dus al zijn bitcoins verkocht, hè? Om was wel veel, man. Deze te kunnen kopen, dus. Ja. Al mijn Shiba Inu's. Waar kunnen wij gaan? Ja, wat zullen we doen? Ja. Op een ijssel zitten. Oh, op een ijssel, ja. Op een ijssel. Oh, dat is leuk, ja. Ik heb dus dit schilderij geleend aan Percy, want ik heb net de expositie gehad in Hattem. En nu vind ik het jammer om het gewoon op te slaan, want ik heb er ook niet allemaal ruimte voor. En nee. Percy vond het heel gaaf. En de hier is ook, hè? Ja? Dus, ja, hey, is dat niet een idee voor jouw ding, man? De Daniel Douglas uitleen schilderij. Ja. Daar zit voor een paar knaken per maand in de collectie die je nog hebt, weet je, dat je voor een bedrag... toch jouw schilderijen thuis gaan hebben, wees. Ja, daar heb ik over gedacht, maar het probleem is een beetje... Het is wel heel veel gedoe en zo. Ja, dat is wel zo inderdaad. Verzekeren moet ik het dan. Oh ja, ja, ja. Ook achter al die centen aan van het... Dus ik doe het meestal een beetje op vertrouwen. Zo. Mensen die ik mag, wat ik leuk vind. En die dat dan ook tof vinden. Dan leen ik dat gewoon uit. En dan is het gewoon... Ja, anders krijg je over de maand... Het was leuk, Daniel, maar er zit wel een buts in. Ja, en dan moet ik weer zeggen van, oké, dat is de borg dan, hè, van, ja, weet je wel, ja. Dan, dus, we gaan hem een mooi plekje geven. Leuk, ja. We gaan even ruimte creëren, want nu zijn we vol met jouw andere schilderij. Kijk hier, hè. Hier deze. Ja. Die hangt er ook nog, hè. Ja. En dan Daniel Douglas. De space, dat was een leuk spelletje. Alles kapot maken. Ja. Deze hier dus, hè. Okay. Ja, toen hebben we dus getekend zo, zonder te kijken. Ja, dus een schilderijtje hebben we met z'n drie gemaakt, waarbij je jezelf natekent. Dan ga je zo jezelf voelen en dan teken je jezelf na. Dus je ziet niet wat je tekent en dan krijg je dus allemaal van dit soort malote tekeningen. Ja, zeg gewoon. Oh ja, die van jou is nog best wel netjes eigenlijk. Hij is Jodelij van Mojolien. Haha, iets goedkoper dan Daniel. Ja, ik kan niet Daniel als Jodelij komen, dan kan jij van Mojolien komen. Oh ja, dit is concurrentie. Concurrentie. Nou, dit wordt er concurrentie, mensen. Dit wordt uitgeëdit. Ja, man, precies. Ja. Dat kan ik niet hebben. En als je nog aquarel zoekt, dan kun je die dan. Oké, jongens, nee, dit gaat helemaal mis. Hij is mooi. Ja, ja, is leuk. Ja, hey, kunnen jullie nu nog even zeggen, bij dat schilderij gaan staan? Ja. En kan je dan zeggen, gewoon allebei, wow, dit is echt het mooiste schilderij die ik ooit heb gezien? Ja, oké. 3, 2, 1. Wow, dit is het mooiste schilderij. Het mooiste schilderij wat ik ooit heb gezien. Wat je ooit hebt gezien. Wat wij ooit hebben gezien. Nog iets meer enthousiasme. Wow. Huh? Dit is het mooiste schilderij. High five. En we hebben het hier staan. Ja. Voor maar 10.000 euro. Wat een koopje. Ja. Oh, dacht je 10.000? Hè? Dacht je 10.000? Ja toch? We hadden 200k afgesproken. Wow. 2 ton. En je hebt hem net een beetje beschadigd daar volgens mij in de hoek ook. Nee. Nu ook kapot gemaakt. Maar dit is echt het mooiste schilderij wat ik ooit heb gezien. Dan kijk maar kort ik toch. Ja, het gaat 1000 euro af. Ja, dat is wel leuk, hè? Dat verhaal erachter. Die is nieuw ook, hè? Een nieuw schilderij, toch? Kijk, dan... Ja, mijn nieuwe bek. Kijk, dat was in Taiwan. Ja. Daar heb ik deze foto gemaakt. Ja. Dat is een zwerver die daar in de soort publieke wc's buiten staat. Ja. Maar dit is echt zijn eigen bed. Hij heeft een hond met een kleedje. Ja. Een dieselgenerator. Voor al zijn elektrische dingen. Ja. En toen dacht ik, ja, zo'n zwerver is dit dan ook weer niet, hè? Nee. Je hebt het door alles. Grappig. Waarschijnlijk zit hij gewoon zo'n bitcoin miner in. Hij is gewoon een miljardair. Ja, misschien wel. Het is een way of living, hè? Kijk, maar hij is altijd cheapo gebleven. Ja. Hij is gewoon miljardair. Naast de metro. Wat is jouw Instagram? Oh, cool. Iris Mujo. Iris Mujo, ja. Cool. Iris. Ga allemaal naar Iris Mujo. Oh, ik heb Instagram. En dankjewel, man.
Ja, graag gedaan. Leuk, leuk dat het bij jullie hangt. We beginnen met een nieuw schilderij. Ik zie schilderij, maar dan echt een vet groot formaat. Het is 80 bij 100. En het thema wordt cryptocurrency. Gaat hier in dit schilderij een heleboel terugvinden. Over cryptocurrency. Ik begin dan altijd graag met een soort schets in monotone kleuren. Dan kan ik, als ik met kleuren ga beginnen, er dunne laagjes overheen schilderen. Mijn plan is om een serie van deze pompeuze stillevens te maken, een beetje zoals die bij Percy en Iris. Allemaal in een verschillend thema. En wie ziet wat dit voorstelt? De bergen. Gaat de berg hier omhoog? Of gaat hij juist omlaag?